Jongens, kijk eens wat ik net door de brievenbus heb gekregen. Brief van Google AdSense. Oh my god, yes. I did it. Ik ben monetized. Oh, ja jongens, daar zitten we dan. Ik zit namelijk hier om te vertellen dat ik eindelijk helemaal monetized ben met mijn YouTube kanaal. Ik vind het echt een van de leukste video's om te maken, want ik heb gewoon zoveel gehad aan jullie support de afgelopen jaren. Met alles wat er is gebeurd bij mijn kanaal. Jullie hebben zoveel support gegeven. Zoveel liefde. En daarom wil ik gewoon deze video maken waarin ik het allemaal uitleg. Ik ga in deze video dus vertellen over mijn monetization proces. Wat 2 jaar lang heeft geduurd. En aan het eind van de video leek het me ook nog wel gewoon leuk om dan te delen hoeveel ik verdien, hoe ik verdien en wat dus ja, de bedragen zijn die op dit moment binnenkomen. Niet om op te scheppen, maar gewoon omdat jullie mij zo hebben gesupport en hier zo veel naar vragen. En ik dacht, nou, dat vind ik wel heel erg leuk om te delen. Dus dat gaan we doen. Als je nog niet bent geabonneerd, zou ik het heel erg waarderen als je dat zou doen. Het kan hieronder op die rode knop. Ik denk dat je dat wel weet. En laten we dan beginnen. Allereerst even voor als je niet weet wat monetization is. Het staat natuurlijk wel helemaal heel groot hier in de titel. Maar monetization betekent eigenlijk gewoon dat je geld kan verdienen op YouTube. In dit geval gaat dat over mijn AdSense. Dus over het geld wat ik verdien met de advertenties die je misschien wel voor deze video hebt gezien. Na deze video, tijdens de video. Dus laten we beginnen aan het begin van het verhaal, denk ik. Het was april 2020. Dikke coronapandemie, heel Nederland op slot, online les, alles. En Jiska, 15 jaar, begon een YouTube kanaal. En meteen toen ik eigenlijk was begonnen, was ik heel erg benieuwd naar de business kant van het hele YouTube gebeuren. Het was natuurlijk een hobby en ik had echt niet verwacht om er op deze manier zo snel geld mee te kunnen verdienen. Maar ik dacht, misschien in de toekomst is het wel echt mijn droombaan. Dus ik was er wel gewoon echt heel geïnteresseerd in. Dus ik ging heel veel video's kijken over hoe dat werkte, YouTube monetization. En daar kwam ik achter dat je 1000 abonnees moest hebben en 4000 kijkuur om geld te kunnen verdienen op YouTube. En dan bedoel ik dus met die advertenties. Dus dat werd mijn goal voor de komende tijd. Ik begon met 2 keer in de week uploaden en de gehele zomervakantie heb ik 3 keer per week geüpload. Nou, als je ook maar een beetje verstand hebt van YouTube video's maken, als je dat ooit hebt gedaan, dan weet je dat 3 video's per week wel echt heel erg veel is. Dus ik legde de lat er eigenlijk te hoog voor mezelf. Maar ik wilde zo graag die doelen halen en eigenlijk geld ermee verdienen. Ik vond dat zo'n cool idee dat ik daar gewoon voor ging. En inderdaad, op 30 augustus 2020 kreeg ik 1000 abonnees. Dus ik was helemaal blij, helemaal happy. En vanaf dat moment werden er dus advertenties voor, tijdens en na mijn video's gespeeld. En kon ik beginnen met geld verdienen. Nou, even iets technisch, wat wel heel belangrijk is voor het verhaal. Om geld te kunnen verdienen op YouTube of op Google, moet je een Google AdSense account hebben. Dit is eigenlijk gewoon het betalingsplatform van Google. Dus mijn geld gaat van YouTube naar Google AdSense, naar mijn rekening op dit moment, zeg maar. Dus toen ik begon met mijn kanaal in april, had ik meteen daar een account op aangemaakt. Want ik zag dus in heel veel YouTube video's dat je dat nodig had. Dus ik dacht, nou, ik maak het gelijk aan. Scheelt weer wat tijd. Ik had mijn gegevens ingevuld, alles, bla bla bla. En toen ik dus monetized was, moesten er 2 dingen gebeuren voordat het geld gestort kon worden op mijn rekening. Namelijk, mijn rekening moest geverifieerd worden en mijn thuisadres moest worden geverifieerd. Nou, rekening was al een dingetje. Ik was 16 jaar, het mag pas vanaf 18, dus ik moest de rekening van mijn moeder gebruiken. Nou, dat lukte gewoon helemaal. Dat is ook niet illegaal of zo, dat ging gewoon goed. Maar toen moest ik dus mijn thuisadres verifiëren. En ze doen dat op deze manier. Je vult je thuisadres in. Ze sturen een briefje naar dat adres. Op dat briefje staat een bepaalde code. En die vul je dan in op je laptop, op je Google AdSense account, zeg maar. En dan is je adres geverifieerd. Klinkt heel simpel, hè? Ja, is het niet helemaal. Wat er bij mij namelijk gebeurde, is dat dat briefje niet aankwam. Ik had hem aangevraagd en ja, het duurde maar, nou, ik denk 3 weken of zo. En ik dacht, ja, hij is er nog steeds niet. Dus ik op mijn account kijken. En ik zie dat je hem nog een keer kan aanvragen. Dus ik denk, nou, ik vraag hem wel nog een keer aan. Misschien is hij kwijt. Misschien weet ik veel wat ermee is gebeurd. Misschien heeft mijn moeder hem per ongeluk weggegooid. En in deze tussentijd verdiende ik dus wel al geld. Het geld stapelde gewoon op. Ik kreeg het alleen niet uitbetaald. Je kon in totaal 4 keer dat briefje aanvragen. Dat had ik al gezien. En meteen nadat ik de 3e keer had aangevraagd, ging ik naar mijn accountgegevens kijken. En zag ik dat 15-jarige Jiska in april niet haar huisnummer had ingevuld. Ik had gewoon mijn straat ingevuld, mijn postcode en niet mijn huisnummer. I know.
Hoe dom. Ik heb het natuurlijk meteen aangepast. En ik dacht, nou, dat briefje dat ik de derde keer had aangevraagd is nog niet verzonden. Dus nu komt het vast wel goed. En als het niet goed komt, dan heb ik nog één kans om hem aan te vragen. Dus ik had nog geen paniek. Ik had dus inmiddels september, oktober, november al geld verdiend met YouTube door 2 keer in de week te uploaden. Ik zat toen aan het begin VWO 6, wat best wel een pittig jaar was voor mij, op schoolniveau zeg maar. En ik was eigenlijk echt al mijn tijd aan YouTube aan het geven. Al mijn tijd en energie ging naar mijn YouTube kanaal. Omdat ik dus elke dag kon zien hoeveel euro ik de vorige dag had verdiend, zeg maar. Het was heel motiverend. En het was gewoon echt het leukste wat ik deed in mijn leven, voor mijn idee. Ik vond het zo leuk en ik was zo gewoon geobsedeerd daar eigenlijk door. Wat echt niet goed was, dat wil ik meteen er ook bij zeggen. Ik verwaarloosde school, zodat ik het nog maar net en net haalde. Ik verwaarloosde mijn vriendschap, mijn relatie met familie, wat helemaal niet goed was. Maar ik wil het wel even benadrukken, omdat het wel belangrijk is voor een volgend deel in dit verhaal. Maar in ieder geval, het briefje kwam nog steeds niet. Daar waren we gebleven. Maar goed, ik wist nu dat ik mijn adres goed had ingevuld en ik had nog 1 kans om hem aan te vragen. Dus wat doe ik? Ik vraag hem de 4e keer en de laatste keer aan. En nu moest ik gewoon met gespannen hart gaan wachten. Het was inmiddels december. In december postte ik 3 keer per week. Dus er kwam echt aardig wel wat geld binnen. Maar goed, je raadt het misschien al. Briefje kwam niet. Waardoor ik dus niet mijn adres kon verifiëren. Door ik dus ook niet het geld dat ik al had verdiend uitgestort kon krijgen. Wat wel echt heel erg balen was. Ik had namelijk al baantjes opgegeven. Mijn inkomsten waren al minder. Omdat ik dacht, ja, ik verdien het wel. Alleen ik krijg het pas later, zeg maar. Dus toen dat briefje eigenlijk nooit meer kwam, werd in januari, begin januari, mijn Google AdSense account soort stopgezet. Omdat ik het dus nog niet had geverifieerd. Dus toen had ik op mijn Google AdSense account meer dan 2000 euro staan. Wat ik had verdiend in dus die 4 maanden. Ik was zo trots op wat ik had verdiend. Ik was zo gewoon intens gelukkig dat ik dat kon. En het werkte en ik zag dat het werkte en ik was zo ontzettend blij. Totdat dat dus een beetje in het water viel. Dus toen werden mijn betalingen stopgezet. Er kwamen geen advertenties meer voor mijn video's. En ik dacht, oké, hoe kunnen we dit oplossen? Toen heb ik hier even over nagedacht. En in februari heb ik besloten te stoppen met mijn kanaal. Dit hebben jullie misschien wel voorbij zien komen. En een nieuw kanaal te starten. Nou, dat is het kanaal waar je nu op kijkt. Het zure was alleen dat ik de 10.000 subscribers had gehaald. En de dag daarna moest stoppen. Dus zoals je misschien je wel kan voorstellen, dat was gewoon heel erg lastig. En eigenlijk viel ik hierdoor in een hele verdrietige, motivatieloze dip. Omdat ik voor de afgelopen, wat was het, 8 maanden of zo, had gefocust en al mijn energie had gestopt in YouTube. En opeens viel het soort weg. Ja, ik begon een nieuw kanaal, maar je gooide toch echt iets weg waar je heel trots op was. Al mijn video's heb ik offline gehaald. En ja, dat was wel echt even zuur. Dat was echt even pittig. Maar goed, ik begon dus met mijn nieuwe kanaal. En ik merkte dat ik op zich wel daar de motivatie voor kon vinden. Alleen ik vond het wel gewoon heel lastig. Want ik merkte ook dat ik heel veel reacties kreeg van jullie. Heel veel positieve, echt. Mensen die het helemaal begrepen en die zo met me meeleefden. Maar ik heb ook echt wel aardig wat reacties gehad. Dat ik het alleen maar voor het geld deed. En alleen maar aandacht wilde. En dat ze gewoon mij nooit meer van hun hele leven zouden volgen. Want blijkbaar deed ik het alleen maar voor het geld. En dat was wel gewoon echt heel sad. Want ik zat al zo mentaal niet op een goede plek. En dan komt dat er overheen. En ik probeer me daar natuurlijk niks van aan te trekken. Maar aan de andere kant ga je ook aan jezelf twijfelen. Want je denkt, ja, ik stop nu inderdaad met een kanaal waar ik heel veel om geef. Omdat ik het voor het geld doe, toch? Want ik start een nieuw kanaal. Dus dat was wel gewoon echt heel hersenspelletje of zo. Wat niet helemaal lekker ging. Maar goed, toen ben ik dus hard gaan werken aan mijn nieuwe kanaal. 1000 subscribers gehaald. 4000 kijkuur. Met hulp van jullie natuurlijk. Super lief. Maar toen ik dat dus had gehaald en ik weer mijn Google AdSense account ging opstarten, werd er gezegd dat je niet 2 AdSense accounts per persoon kan hebben. Dus dat ik mijn oude AdSense account moest sluiten, zodat ik mijn nieuwe AdSense account kon activeren eigenlijk. Nou, ik wilde dat natuurlijk meteen doen. Betekende wel dat die 2000 euro wegging, maar daar dacht ik eigenlijk helemaal niet meer over na. Vond ik eigenlijk helemaal niet erg. Ik wilde gewoon weer video's maken en daar geld mee kunnen verdienen. Alleen, om een Google AdSense account te kunnen sluiten, moest je je adres verifiëren.
wat dus het hele probleem in de eerste plaats al was. Nou, ik heb toen heel veel omweggetjes gezocht. Ik ben samen met mijn vader en met Sam naar Amsterdam gereden, 1,5 uur hier vandaan, om naar het Google hoofdkantoor te gaan, om daar te vragen of mensen ons kunnen helpen. Dat konden ze niet, helaas. Ik heb 3,5 uur aan de telefoon gehangen met iemand uit San Diego, dus die telefoonprijs wil je niet weten, van YouTube, van Google, om te vragen of ze me kunnen helpen. Maar ze konden het allemaal niet. Ze zeiden, ja, je staat nu gewoon op deze manier in ons systeem. Het gaat gewoon niet. Het is gewoon, ja, heel jammer. Dus mijn enige optie was eigenlijk gewoon, nou, video's maken. Omdat ik het leuk vind. En af en toe natuurlijk samenwerkingen en zo. Eigenlijk was dat nooit betaald toen. Maar ik kreeg natuurlijk af en toe wel gratis kleding of dat soort dingen. Toen heb ik nog een vlogkanaal opgestart om het nog een keer te proberen. Nou, na 5 video's merkte ik eigenlijk ook, dat werkte ook niet. Het werd nog steeds hetzelfde probleem. Dus ik was eigenlijk helemaal hopeloos. Wel moet ik toegeven dat het op dit moment wel weer echt goed ging met mijn mentale gezondheid. En ik het oprecht wel heel leuk vond om video's te maken. Dus eigenlijk van mei tot nu heb ik altijd gedacht dat ik nooit meer geld zou kunnen verdienen met YouTube op die manier. Maar ik besloot er eigenlijk gewoon niet meer over na te denken. En ik had ook eigenlijk helemaal geen hard feelings meer. Dus eigenlijk, alles was gewoon prima. Alles zat gewoon goed. Totdat, nu komt het leukste deel van het verhaal, jongens. Ik met Sam op bed zat. We waren net wakker geworden. En hij kijkt me aan en hij zegt, ik heb misschien een manier gevonden om je Google AdSense te fixen. Ik geloofde het eigenlijk niet zo, omdat ik al zoveel dingen had geprobeerd. En het allemaal niet was gelukt. En die teleurstelling elke keer is wel echt heel moeilijk om mee om te gaan. Dus en ja, ik had het gewoon geaccepteerd, weet je wel. Ik ga geen geld verdienen met YouTube. Totdat hij zijn telefoon erbij pakte en een mailtje liet zien. Nou, wat Sam dus heeft gedaan. Hij heeft gebeld naar We Are Era. We Are Era is een management waar best wel veel YouTubers van ook mijn genre bij zitten. Cheyenne en ik hebben hier namelijk best wel veel over gepraat. Zij vertelde mij dus dat er een medewerker was bij We Are Era die dan technische dingetjes regelde van Google en YouTube en betalingen en dat soort dingen. Maar die was gewoon daar in dienst, dus ik dacht niet dat ik die man kon bereiken. Maar Sam heeft dus hem opgebeld, heel random, en heeft gevraagd van, yo, wij hebben een probleem, kunnen we dit oplossen, kan iemand ons helpen? En toen hebben we dus iemand gekregen die ons heeft doorverwezen naar iemand van de YouTube support. Nou, ik heb het internet afgezocht naar mailadressen, telefoonnummers van mensen die ook maar iets wisten van YouTube support. Ik heb het op mijn Instagram meerdere malen gevraagd. Ik heb me echt rot gezocht, maar ik kon niks vinden. Maar dit was dus een bepaald mailadres van iemand. En die heeft ons eigenlijk geholpen. Mijn oude Google AdSense account gesloten voor mij. En mijn nieuwe geactiveerd. En op die manier kon ik weer helemaal het proces doorgaan van mijn bankrekeningnummer verifiëren. Dat is goed gegaan. Mijn adres verifiëren. Nou, ik kreeg een briefje hoor, jongens. Ik kreeg hem. En dus op mijn bankrekening kwam een paar dagen geleden het eerste bedrag wat ik heb verdiend met Google AdSense, met de advertenties. En ik heb weer helemaal een toekomst voor me, jongens. Dan zijn we nu aangekomen bij het deel van de video waarin ik jullie ga meenemen in mijn statistieken. Nou, dit zijn mijn statistieken van de maand maart, de maand waarin ik monetized werd. En dit zijn mijn views. Nou, je ziet dat dit natuurlijk gewoon zo doorloopt. Maar als je hier klikt op Estimated Revenue, dan zie je dus dat ik op 22 maart voor het eerst geld verdiende met mijn advertenties. En je ziet dus ook dat dat, jawel, 14 cent was. Echt superveel. Maar dat komt dus doordat ik alleen monetized was die dag in de laatste half uur, laatste uurtje of zo, waardoor het, ja, heel weinig was. Maar goed, als je dan hier verder gaat, dan zie je dat het meer wordt. 7 euro, 6 euro, 3 euro. En hier een hoge piek van 23 euro. Omdat ik hier de video had geplaatst over 1 week lang om 6 uur opstaan. En dan zie je dus dat ik in mijn eerste maand van dat ik geld verdien met YouTube wel 78 euro heb verdiend en 6 cent. Nou, ik vond dit dus echt heel erg veel. Omdat je dus ziet dat, nou, 3/4 van de maand ik niet monetized was. Dus dat is wat ik in maart heb verdiend. Laten we ook nog even kijken naar april. Moet je wel bedenken dat dit geldt van 1 tot 24 april. Dus niet de hele maand. Maar ik dacht, ik kan het ons nog wel even laten zien. Want dit zijn echt wel andere getallen. En dan zie je dus dat ik hier, meestal als ik geen video plaats, ongeveer een euro of 4 à 5 euro verdien. En dan zie je dus dat ik tot nu toe in april wel 237 euro en 35 cent heb verdiend.
En daar ben ik zo trots op. En daar ben ik ook zo ontzettend dankbaar voor. Dus daar wil ik jullie ook gewoon ontzettend voor bedanken. Jullie hebben zoveel support laten zien. Nu, maar ook in de afgelopen jaren. Waar ik zo ontzettend blij voor ben. Dankbaar voor ben. Dus ja, dat was een beetje mijn video over mijn monetization proces. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden om te zien. Ik vond het in ieder geval heel leuk en fijn om dit met jullie te kunnen delen. Ik heb er echt heel lang op gewacht. Als je nog niet geabonneerd bent, doe het dan zeker nu nog even. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Bye guys!